Hier vind ik dan de aquareltechniek gewoon echt heel mooi, omdat je gewoon, het is een vrij elementaire handeling, dus je zet, aquareltechniek, het gaat over laagjes van de verf over een kleur en samen geven ze uiteindelijk dat beeld. En wat je dan hier zo mooi krijgt, is dat je gewoon eigenlijk door die handeling te herhalen, krijg je eigenlijk een hele mooie, zuivere aquarel. Die heel veel mensen niet meer als aquarel zullen herkennen. Wow. Ja, dus ik herken dit. Wat ik ook wel leuk vind van aquarelleren is dat het meedogenloos is. Dus je hebt al heel gauw een mooi stukje. En dat mooie stukje gaat hier ook in de weg zitten. Maar je moet ook wel opletten tijdens het schilderen dat je sommige dingen wel weer bewaart. Dus wat hier gebeurt, zo'n opeenvolging van allerlei verschillende kleuren. Ja, dat is wel heel mooi natuurlijk. En de essentie daarbij ook gelijk van het aquarelleren. Zit mijn Facebook plaatje. Wij hebben ook zoiets hangen. En dan rond. Hij maakt de hele kamer vrolijk. Ja, precies. Dat is een vreselijk mooi punt. Ja, ik denk dat dit. Het is gewoon cadmium oranje. Of cadmium scarlet. Het is een prachtige kleur. Ja, het is echt zo zinnelijk als kleur. Moet je dat nou vergelijken met dat? Nee, maar wel grappig zo tegen elkaar dan. Maar dat oranje, dat is zo. Het is echt zinnelijk. Het is een hele lekkere kleur, ja. Hier laat ze helemaal uit, vind ik ook helemaal. Ja, maar kijk hoe. Hoeveel kleuren zit er dan? Echt wel heel bijzonder van aquarelleren. Ik kan er gewoon zelf van blijven genieten. Dat je gewoon in 3-4 lagen. En die je allemaal weer terug kunt lezen. Er zit een beetje groen in. Er zit een geel laag en een oranje laag. Dus dan die en die samen, dat geeft dan deze kleur. En dan is er een soort viezige, wat groenige oranje tint overheen gegaan. Waardoor deze kleur gewoon veel warmer weer wordt. Fijn dat je deze nog even hebt toegelicht. Ja.